Welkom terug iedereen bij een nieuwe video van Pakker 5. Vandaag hebben wij een 25 euro smartwatch van AliExpress. En we gaan even kijken of het wat is. Moet je aan deze lookalike 25 euro geven of moet je het gewoon simpelweg vermijden? Dus, deze smartwatch. Hij is van Sembono. De exacte naam weet ik niet, maar het zal je wel zien in deze titel van deze video. En in de beschrijving staat ook een linkje naar het product. Wil je het bekijken? Op zichzelf is het niet zo heel verschillend misschien van een Apple Watch. Maar het eerste wat me wel opvalt aan deze smartwatch is dat het scherm niet het gehele oppervlak vult. En dat vind ik toch wel een beetje jammer. Je ziet dat er hieronder veel meer ruimte zit dan boven met de bezels. En dat is gewoon... Ik vind dat niet een ding. Ik vind het echt best wel jammer. Dan komen we als tweede bij de strap. En dit vind ik dan wel een goed ding. Dit is gewoon wel een keurig iets. Misschien omdat dit iets met digitaal te maken heeft, is het wat makkelijker goed te krijgen, I guess. Het is gewoon een simpel bandje, niet te veel priegels. Ik heb hier een andere smartwatch van 25 euro van hetzelfde bedrijf. Die hebben een clipje en weet ik veel wat en een bandje. Dit is wat irritant. Ik had liever gewild dat ik dit misschien kon uitwisselen met zo'n strap. Had misschien wel beter geweest. Voor deze smartwatch tenminste. Als je natuurlijk hier deze wil kijken, kun je hier rechts bovenin dat zien. Deze video hierover. Maar deze is gewoon een goed bandje die goed comfortabel om je pols zit. Top. Dan komen we dus bij het tweede. Nou ja, wat heb je veel meer te kijken? Het is het schermpje. Het schermpje ziet er scherp uit als jij niet te veel kleine priegeldingetjes op je scherm hebt. Wat deze horloge vaak nog wel eens weergeeft. Dus als we in het menu kijken, dan zie je allemaal icoontjes en het ziet er op zich redelijk uit. Alleen je merkt wel aan de gradients van de scherm dat het niet heel zo soepel overloopt met de kleuren. Het is niet je mooiste schermpje, maar weet je, het doet zijn ding. Voor de rest, je kan ook merken dat de frequentie waar dit schermpje op draait, is gewoon heel laag. En ik vermoed dat dit waarschijnlijk gedaan is om zoveel mogelijk batterijleven te besparen. Ik snap het. Alleen voor gebruiksgemak is het wel een beetje hakkerig. En ik vind het niet soepel aanvoelen en het is een beetje... Ik ben er niet zo fan van. Ook zie je heel veel screen tearing. Als je snel doorheen gaat swipen doorheen, dan zie je allemaal screen tearing. Allemaal schermpjes die je allemaal een beetje zo half afsnijden. Ik vind het gewoon algemeen niet echt een soepele ervaring. Daarnaast hebben wij nog watch faces. En de keuze is uit ongeveer, wat zal het wezen? 8 watch faces gok ik, 7 watch faces. Waarbij de keuze niet heel reuze is met moderne, prachtige, uitziende watch faces. Eigenlijk bij elke watch face bijna heb je of... een lelijke font met datum en tijd. Waarvan ik denk van, wat is dat nou voor een... ik heb altijd zoiets van, die lelijke fonts. Je ziet het heel veel in Chinese producten. Maar dan denk ik van, hoeveel moeite is het om nou even een stapje hoger te doen... met een gewoon strakkere font die gewoon goed voor het oog is. Alleen dit is allemaal zo lelijk als wat. En het is ook wisselend, want niet alle faces heeft dit. Ik weet het, het is allemaal een beetje half gedaan. Jammer. Je kan ook een eigen watchface gebruiken. Alleen die ziet er gewoon niet uit. Ik zou zeggen, stop daar gewoon meteen mee met de watchface uitkiezen. Want eigenlijk is best wel elke is best wel lelijk. Hopelijk kom je hier meer bij. Maar ik verwacht eigenlijk niet dat ze dit zo snel misschien gaan updaten. Wie weet. Oké, dan zullen we het nu even over hebben. Over de features wat deze smartwatch dus allemaal heeft. Als eerst hebben we de stappenteller. Stappenteller werkt gewoon. Zoals je het natuurlijk zou willen. Je hebt een hartslagmonitor om te kijken hoe hard je hartslag gaat. Werkt ook. En je hebt ook een temperatuurmeter. Dus als je benieuwd bent naar wat je temperatuur is. Vooral in deze coronatijd snap ik best dat mensen misschien nieuwsgierig zijn om jezelf op te meten. Dat kan met deze smartwatch. Dat is wel top. Of het allemaal accuraat natuurlijk is. Ik ga ervan uit dat het gewoon werkt. Want alles is vrij functioneel, denk ik, met deze smartwatches. Alleen qua looks is het allemaal gewoon een beetje net niet. Dus je weet waar wel ongeveer een beetje het werk in is gegaan. Voor de rest heb jij het weer kan je bekijken. Dat is allemaal verbonden via je smartwatch naar de app op je telefoon. Je kan mensen mee bellen via deze smartwatch. Wat ik op zich wel een leuke feature vind en wat ik miste van mijn andere smartwatch... is dus dat je inderdaad kan bellen. En om jullie een beetje te laten weten hoe het allemaal klinkt, zal ik jullie nu eventjes een audiofragmentje
Laat hem luisteren. Dus dit is de Bluetooth microfoon test met mijn arm voor mijn mond. Dus eigenlijk is wel de meest ideale situatie wat je kan hebben met deze smartwatch en het praten ermee. Nu gaan we testen dus hoe het klinkt naast mijn lichaam. Dus zo klinkt het als ik de microfoon naast mijn lichaam heb. Dus ik heb hem nu gewoon aan de zijkant van mijn lichaam. En dit is dus een beetje hoe het klinkt. De microfoon zit net aan de onderkant van de smartwatch. Maar jullie kunnen natuurlijk zelf wel beslissen of het nou voldoende is of niet. Voor de rest hebben we nog andere features. Je kan ook muziek afspelen via je smartwatch. Het zit ook gewoon een speakertje in. Het zit hier aan de zijkant. En dat is ook de reden trouwens waarom dit ook nou weer niet waterproof is. Want dat is ook een dingetje. Mag je niet mee in bad of zwemmen. Ja, dat kan dus niet. Dus als je hiermee in water wil springen, is het misschien een no-go. In de regen zou ik het misschien ook niet aanraden. Maar ik hoop wel dat deze tenminste bestendig is tegen handen wassen. Want ik heb altijd zoiets van, ik ga niet het verrotding telkens weer afdoen om mijn handen te kunnen wassen. Want tegenwoordig moet je dat zo vaak doen met die coronameuk. Het is echt verschrikkelijk. Dus als je deze gewoon aan je arm kan houden de hele tijd door, zou dat top wezen. Ik ga natuurlijk het zo meteen even testen. Oké, let's do this. Een beetje hier in de grill per ongeluk, hoepsie. Oh, hier in de microfoon, ja, zo, oh, oké. Hij doet het nog. Hij doet het nog, zover ik het weet. Dus handen wassen, dat hopelijk moet het wel kunnen volhouden. Hij houdt het vol met het handen wassen. Of tenminste, ik heb gewoon wat onder water gedaan. Expres nog in de poortjes, waarvan ik dacht van als daar water in komt, dat het ding gewoon finaal aan de val is. Filistijn is. Hij heeft het volgehouden. Daar ben ik blij om. Want ik heb een scheidhekel aan om elke keer weer de dingen af te doen met handen wassen. Overleeft hij hartstikke prachtig. Dus wat vind ik van deze smartwatch? Ik heb er nu een dag gebruikt en ik wil hem eigenlijk ook niet langer dan een dag gebruiken. Omdat ten eerste vind ik dit ding gewoon oerlelijk. En ten tweede, ja, de functies en alle plaatjes en dingetjes, animaties hierin en de soepelheid. Het is gewoon best wel crap eigenlijk, om eerlijk te wezen. Het ziet er niet uit als dat je een smartwatch misschien om je pols hebt die misschien een paar honderd euro waard is. Je kan hier niet mee flexen. Dat is natuurlijk wat mensen wel een beetje willen. Ze willen niet te veel uitgeven om te kunnen flexen. En dat wil ik natuurlijk. Dus dat kan ik hiermee niet doen, helaas. Het is functioneel. Alleen, het is gewoon lelijk. Dat is het gewoon. En het bandje zit trouwens wel comfortabel. Dus dat betreft zit het wel goed. Dus als je echt alleen op zoek bent naar een functionele smartwatch, dan is deze misschien wel goed voor jou. En anders, misschien kijken naar mijn andere video. Ik heb hier nog een andere smartwatch. Linksbovenin, rechtsbovenin trouwens in deze video. Kun je dat zien. En subscribe natuurlijk als je meer wilt zien van mijn video's. Ik heb natuurlijk heel veel leuke video's die nog aan zullen komen. En natuurlijk een duimpje omhoog als je het natuurlijk leuk vond. Tot de volgende keer.